Een 80 centimeter breed miniatuurautootje en een 60 jaar oude auto in de vorm van een ketchupfles behoren tot de verzameling wondermobielen die in het Autotron van Drunen deze zomer te zien zijn. Het zijn allemaal vreemdsoortige voertuigen die alleen gemeen hebben dat ze door amateurs gebouwd zijn. Daartoe behoort deze milieuvriendelijke, elektrisch aangedreven benedenverdieping. Uit zijspannen van motorfietsen bouwde de heer Verhoof uit Drunen dit zesspan, dat getrokken wordt door een tweetakt driewieler. Rob Stokking uit Gouda monteerde aan zijn BMW-motorfiets de achterzijde van een BMW-auto. En de heren Jansen en de Grauw uit Waspik bouwden in 3 weken dit dubbelding. Uit België komt de surfkart, die het plezier van surfen combineert met de spanning van karting, dat vroeger skelteren heette. En dan is er verder nog de trimmobiel, gebouwd rond een lelijk eendje. De 16 trimmers moeten mee of ze willen of niet.